Tjoe. Tjoe, je goed. Als je zo je oude vrienden weer tegenkomt van vroeger, dan doet dat het goed. On a fait les, tous les batailles ensemble pendant 12 ans. Ça crée un lien quand même entre les gens. Ça fait toujours fois de bien de rencontrer encore Enzenbrink, Ariane, Dizbaba. Malheureusement, Bruce n'est pas ici. Toen de tijd waren we echt de top, hè. Dat kun je niet meer vergelijken met nu met de Belgische ploegen. Wij waren toen echt de ploeg die moet verslagen worden eigenlijk. We kwamen tegen Barcelona 3-0 winnen, de HSV, kampioen van Duitsland wonnen. We hadden alleen moeilijk als we op Beringen moesten spelen of op Winterslag moesten spelen. Dan hadden we problemen, hè. Maar in de vol stadion konden we veel meer rijden. Hartje van Nielsen, Verkouteren en Enzenbrink. En 1-0 voor Anderlecht. Mooie actie daar. Als bepaalde mensen erover beginnen, zeggen ze welke periode was het beste bij Anderlecht. Zeg nou in de jaren 70. Maar ik vind nog de mooiste finale voor hem toch in Parijs tegen Austria-Wien. We konden elkaar de waarheid een keer zeggen. Maar in elk geval nu ook prachtige verhalen. En we hebben elkaar veel te vertellen. Maar nee, ik heb geen piloot genoemd. Jullie zijn van toen. Dan ken ik een paar verhalen. Dan ken ik een paar verhalen. Kijk maar naar de bovenste rij. Vanaf links is Nico de Bree. Misschien wel de sterkste keeper in die tijd. Ook van heel van Nederland. Jullie kent iedereen. We hebben Hugo, de verdediger. Ludo, ja. Groot talent, alles. En dan op een gegeven moment auto-ongeluk. Mattie van Toren, ook al overleden. Zijn inoubliable. Malheureusement, ja, de gens qui sont déjà partis, comme Sven van der Elst et tout, Ludo Koek. Spéan omé encore. Ça, c'est dommage, mais la vie continue. Guess who just got back today? Them wild-eyed boys that had been away. La réception d'aujourd'hui, ça nous remet en arrière évidemment. C'est toujours aussi un plaisir, c'est une occasion de se retrouver avec les anciens et avec les nouveaux, puisqu'il y a un changement complet de direction au niveau du club, etc. Donc ça va nous permettre de rencontrer la nouvelle structure. Ça, c'est niet vergeten. Dat blijft, en dat was een van de mooiste bekers ook al gewonnen. Dat was in Parijs. Nou, dat was, Brussel was daar, hè, eigenlijk heen gegaan. Hè. En als we hier thuis kwamen weer met de trein, was het enorm. Hè. Dat vergeet je nooit meer. Hè. Dat zijn een van de mooie dingen in je leven wat je meemaakt. Hè. Ja, dat is de mooiste tijd die ik gehad heb hier bij Anderlecht. Dus ik kom hier graag en het is net of ik weer thuis kom.